De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, hoeft niet te rekenen op extra middelen vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit zegt minister Robert Pneu. Tot nu toe is er op jaarbasis 100.000 SRD uitgekeerd aan dit wetenschappelijk instituut. De bewindsman beseft dat de middelen bij lange na niet voldoende zijn om van de universiteit een onderzoekscentrum te maken. Hetgeen een lang gekoesterde wens is van de wetenschappers. Door het tekort aan middelen is de aandacht vooral gericht op het geven van onderwijs, terwijl de nadruk vooral moet zijn op het doen van wetenschappelijk onderzoek. De minister vindt dat de universiteit zelf diensten moet gaan leveren, zodat ze aan meer middelen kan komen. Nou, laat me zeggen, er is altijd genoeg geïnvesteerd binnen de universiteit. En ik denk dat wetenschappers de ruimte hebben om door middel van onderzoek zichzelf te profileren. En ik denk dat we het fenomeen wat er meestal in de samenleving speelt van er wordt niet geïnvesteerd in onze universiteit, dat zou ik liever willen aanduiden als een fenomeen dat men probeert altijd de vinger naar iemand te wijzen alvorens men drie vingers naar zichzelf wijst. Maar ik denk dat er voldoende wordt geïnvesteerd binnen die universiteit. Natuurlijk moeten we rekening houden wat we met de middelen doen, toch? Als de middelen binnen de universiteit komen, in hoeverre gaat de universiteit dienstverlenend te werk? In hoeverre verricht de universiteit ook projecten buiten om geld naar binnen te halen? En ik denk dat die bewustwording dat de universiteit een bijdrage kan leveren aan de problematiek binnen de samenleving beter geaccentueerd moet worden. En dat mensen die problemen hebben binnen bedrijven, waar ever dan ook, op de universiteit een beroep kunnen doen om onderzoek te verrichten. De onderwijsminister zegt op de hoogte te zijn dat studenten die van de universiteit afstuderen moeilijk aan een baan komen. Hij vindt echter dat het aan de student zelf ligt of die in aanmerking komt voor een baan of niet. Wanneer wij naar Amerika kijken en we kijken naar andere rijke landen, dan heerst er overal werkloosheid. Suriname is een derde wereldland. Suriname is een kleinschalige economie. En binnen een kleinschalige economie ga je altijd werkloosheid krijgen. Wie zullen surviven in de samenleving? Degenen die zich profileren en degenen die zich bewijzen dat de wetenschap ze onder de knie hebben en degenen die in staat zijn met de opgedane kennis in de praktijk te brengen. En wanneer je als beste profileert, kom je zeker op de markt terecht. Want kennis is er overal, maar wat maakt je uniek in die kennis? Het unieke in die kennis maakt je hoe jij op een deskundige wijze problemen kan oplossen en die kennis heel snel kan toepassen in de praktijk. Tot zover onderwijsminister Robert Pneu over de functionele status van de Anton de Kom Universiteit. Hij vindt dat het instituut zelfvoorzienend moet worden en dat studenten zichzelf moeten bewijzen in de praktijk om zo aan een baan te komen.